Ariadne en Theseus zijn koningskinderen. Ariadne is de dochter van de koning van Kreta en Theseus is de zoon van diens aartsvijand, de koning van Athene. Ariadne heeft Theseus geholpen om te ontkomen aan de gevangenschap bij haar vader en het stel is nu op reis weg van Kreta richting Athene. Tijdens deze reis wordt Theseus overvallen door gevoelens van twijfel of het wel een goed idee is de dochter van de aartsvijand van zijn vader mee naar huis te brengen. En hij neemt een heel zwaar besluit. Hij laat haar achter op Naxos, omdat hij haar kansen te overleven daar groter inschat dan aan het hof in Athene. Wie heb ik in deze nacht beweind? Nog nie had ik een zo schrecklichen traum. Er wollte mich verlassen. Umsonst streckte ich die Hände nach ihm aus, rief ihm umsonst, sucht ihn umsonst auf dieser Höhe. Himmel, wenn sein Mut ihn zu weit verleitete. Nicht der Minotaurus allein war seinem Heldenleben fürchterlich. Es gibt mehrere Schrecken der Natur. Reißende Tiere können ihn anfallen, Schlangen ihn umwinden. Wer, Götter, wer rettet ihn? Ariadne auf Naxos ist ein Melodrama, das in den 1770er Jahren entstand. Dat was de tijd van de Sturm und Drang in de Duitse dichtkunst. Een generatie jonge dichters die af wilden van de strenge regels die in de theater bestonden, in de dichtkunst bestonden. En zich heel erg richten op gevoelswereld van hun karakters. Dus dat is die tegenstelling verlichting en dan gevoelen die in het centrum staan in deze theaterstukken. Het bijzondere aan het melodrama is dat je een orkest hebt en acteurs. Dus niet orkest en zangers zoals we kennen van de opera, maar een orkest en acteurs. En die acteurs spreken en orkest schildert in de dialogen de gevoelens die met woorden niet uitgedrukt kunnen worden. En dat geeft een heel sterk stuk muziektheater, heel expressief. Theseus, ach, Theseus. Sie ruft mich auch im Traum. Hilf, rette! Rette deine Ariadne. Deine Ariadne? Verlassen. Mich verlassen. Verlassen? Welcher Gott verrät dir dein Geschick, Unglückliche? Er flieht. Barbar. Ach. Ariadne. Ja, Ariadne, dat is eigenlijk zo'n soort microscoop. Je zoomt in op de gevoelens van de acteurs. Vooral Ariadne. Het gaat dus ook in dit melodrama niet om het hele verhaal, de avonturen van Ariadne en Theseus, maar het gaat echt om dit moment waar zij wakker wordt en ontdekt dat ze alleen achtergelaten werd op Naxos. Umschlingt mit eurem Schlangenhaar sein Herz, sein treuloses Herz. Durchbohrt, zerreißt es! Jetzt fallen sie ihn an.
und öffnet sich. Die Flamme steigt empor!